Wij allen zijn gekomen voor de club TOW. De blauw en witte kleuren, die brachten wij ook mee. En ieder weet heel goed, dat op het toch goed doen. Blijf lid of donateur, want op stelt nooit teleur. De inzet en de kracht heeft op omhoog gebracht en op het voetbalveld zit een ieder met geweld. Ik hoop dat Matten niet zoveel lauw bij te lukken. Wist ook vooral als hij veel lauw bij te lukken. Als ik het probleem voor jou. Nou, ik ga erop weg, hè. Ik heb er ook feestje. Laat mijn vrouw bedienen voor de vrouw. Ja. Ja. Vrouw tegen de vrouw is makkelijk. Ja, maar die vrouwen willen graag door heren bediend worden. Ja, heren wel. Ja, dat denk ik. Ik heb een keuner, hè, jongetje. Ja. Ja. Met die man rollen een paar. Je weet dat die man rollen een paar. Ja, nou, we hebben nu we hebben 5 wedstrijden gespeeld. We staan op de tweede plaats. Tweede plaats. En ja. Hebben we laatste week zondag 1-0 gewonnen. 1-0 gewonnen, ja. Ja, laatste hebben we 1-0 gewonnen. We hebben er 1 verloren. Ja, van de bovenste. Van de bovenste. Van de bovenste. En nu krijgen we eerst van. Ja. Gaan we die gewoon toch heten? Hoeveel punten? 7 punten. 7 mee. 5 wedstrijden. Mm-hmm. We hebben er 3 gewonnen. 1 gelijk. 1 gelijk. En 1 verloren. 1 verloren. Betekenen is goed. Maar we zijn alle kansen dus om nog hoger te komen. Maar was deze, was een sterke de, club? Ja, dat is een sterke club, hè. STC. Ja, die krijgen we nog. Die krijgen we nog, ja. 3 weken. Ja. De STC komt van Amsterdam? Nee, die komt uit Amsterdam. Amsterdam Westen. Andertan? Ja. Maar dit is de sterke. Ja, dit is de sterke. Die staat boven ons. Hoeveel? Dit is 9 punten. Die heeft 9 punten. Oh, 2 punten meer dan wij. Ja. Dat is 1 wedstrijd meer, hè? Hebben jullie meegemaakt gehad of niet? Nou, wij hebben nu gehad TOS actief. Oh. We hebben Diemen gehad, hè? Zondag. Die hebben we gewonnen. Ja. Watergasmeer. Ja. AGT. Mm-hmm. En AFC. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5 gespeeld. Ja. Maar het is niet slecht, hè? Tweede plaats. Ja. 9 punten en 3 maal 7 punten. Ja. We moeten alleen bovenin meegaan. Ja. Echt leuk, hoor. Maar ik hoor dat de jongens zijn kampioen zijn moeilijk, hè? Het is heel sterk, denk ik. Ja, sterk. Maar hoe dan ook, jongens in mij zijn natuurlijk allemaal het oude allemaal. Oh, wat een oude. Oud is niet, maar conditie is niet zo veel meer. Ja, daar hebben wij 3. Nou, voor de gezelligheid. Ja. We hebben ook een echt feest zelf al. Maar het is een leuke ploeg met elkaar. Maar we zijn allemaal vrienden. Ja. En dat is juist leuk. Maar dat is even niet slecht, hoor. Ik een beetje ouder, maar is niet 22 jaar meer. Maar toch goed conditie. Doorspel. We trainen allemaal. Doorspel, ja. Het is niet normaal, hè. Normaal, zeker als je meer 30 is, helemaal geen conditie meer. Maar jullie blijven toch spelen.
Ze blijven trainen. Ja, ja trainen. Ja, natuurlijk. Nam het over. Ik ben ook wel over. Ik denk dat we allemaal. Bert is al 40. Bert is al ruim 40. Ja. De oudste is 42 geloof ik en de jongste is 25. Mm-hmm. Ja, misschien is het leuk volgend jaar wat in trainingspakken te kijken wat we kunnen doen met sponsoren. Ja. We hebben namelijk oude trainingspakken, oude sponsoren. Mm-hmm. Heb je gezien hè, die met die sponsoren ja, voor het volgend jaar aan muur hier worden. De shirt of zo. Nee, trainingspakken. Ja, maar papa is ook goed. Moet volgend jaar. Je moet eerst presteren. Ja, maar ook, kijk, we gaan straks hier weer eten. Moet je even terugverdienen? Ja. Ja. Nou, maar je mag je ook niet te klaar, hè? Moet er meer komen. Ik heb een groenkast gehouden. Nee, maar er komen mensen die anders al naar een ander, die aan een Nasplein gingen vroeger. Ja. Die komen allemaal hier. Ja, moeten niet doen. Nee, maar die komen. Bert was ook zondag hier, hè? Ja. Had ook Chinees gehaald s'avonds. Ja. Nou, allemaal komen ze toch hier. Ja, ja, moet ik doen natuurlijk. Hè? Ik kom hier veel eten. Het is toch een goede speeltag hier. Ja. Ja. Anton Nikkelse broer was 40 jaar getrouwd, die is hier met de hele familie geweest. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb het met zijn Nicole heet ik. Dat is ook van top. Ja. Ook via jouw sponsoring komen die eten. Dat moet ik doen. Kijk, is voor jou goed, voor ons goed, allemaal. Jij doet wat voor ons, wij doen wat terug natuurlijk. Moet het doen. Ik moet het met dit sponsorgeld terug verdienen. Ja, zo is het. Vind je het is normaal. Daarom. Volgend jaar trainingspak, over twee jaar lopen we een stropdas, zo lang een muur. Ja, niet echt. Een muur. Geen probleem. Als het loopt, goed lopen. Hè. Dan blijft ook de belasting aftrekken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als ik genoeg omzet, dan moet ik ook een beetje uitgeven. Nee, maar het is je kan beter zo uitgeven. Ja, ja. Op een andere manier. Kijk, nu heb je er ook wat voor terug. Mm-hmm. Precies. Nou, toen wel. Hier. Zo, meneer Popbakker, moet je. Moet even wachten. Moet je een sloopje halen? Ja, Bob Bakker zou ook nog komen vanavond. Maar hij zou een glaasje wijn komen drinken. Ja, ik zie hem eigenlijk. Nou, die zal aan de andere kant van de muur staan, die is ook zo lang. Oh, die zit aan de andere kant van de muur. Ja, het is een schitterende muur. Hè. Ja, ik ga even pauze voor de slokje halen. Tot kijken. Hartelijk dank. Ja. En tot ziens. Oké. Okay. Okay, precies, hè? Daar. Tot ziens. Doei. Daar. Precies, hè? Doei. Daar. Geef toch de overmaat. Het is de club waar ik van hou. Thank you.
shirt sponsor werd er gevonden. En zoals u weet, dat was een sponsor van een vrij gezellig café in de binnenstad. En het duurde niet lang of het elftal Biblos dat was geboren. Ik zou u zeggen, geef u nu even een applausje voor het elftal. Van, en daarom hebben ze mij toen gekozen. En daar ben ik natuurlijk nog steeds erg blij mee. Ja, natuurlijk, 10 jaar, er zijn vreselijk veel mutaties geweest. Of vreselijk veel, maar er zijn altijd mutaties geweest in zo'n elftal. Want je weet, er zijn blessures. En er zijn wel eens een schorsingje. Er is wintersport. En er zijn trouwtjes. En er worden kindertjes geboren. Enfin, wij hebben dus in die 10 jaar tijd hebben we zeer veel spelers moeten vragen om andere elftallen. Meestal uit de zaterdagteams. En zelfs spelers van buiten TOP hebben wij moeten vragen om bij ons mee te doen. We hebben ook de eer gehad om 1 of meerdere keren het Biblos of Lange Muur shirt om de schouders te hijsen. En 2 keer in 10 jaar, als ik dat nou even zou gaan tellen, dan is dat toch 20%. En ik vind dat vrij redelijk van mijn jongens. Ja, rond de Lange Muur. We bleven dus een klein beetje in de horecasfeer. En men was toch bijzonder blij dat ze weer andere shirts aan konden trekken. En we spelen dus nu. We spelen niet alleen. We eten. En we spelen. Ik ben altijd niet serieus. Voor en bij Paul Tang. 1 of meerdere seizoenen bij de Biblos of de Lange Muur hebben gespeeld, wil ik danken voor hun sportieve prestatie. De Lange Muur, de Biblos. Van harte feliciteren met het 10-jarige verjaardag wat ze vandaag vieren. Ik vind het heel erg leuk dat ze al deze mensen hebben uitgenodigd. En ik denk dat het een gigantisch feest wordt. Helaas. Hans is er niet. Maar ik denk dat Frits nog zeker 5 jaar... Pardon. 5 jaar dit elftal gaat leiden. En ik reken op een hoofdklasse. Frits, van harte gefeliciteerd. En namens Tennis ook voor de jongens.
Oh ja. In het feestzaal dik aan de gang. Aan de gang, ja, ja, ja. Wij hebben daar meneer Tank binnen zien komen. Alle spelers en een heleboel genodigden. Ja, wat hebben die genodigden er eigenlijk allemaal mee te maken? Die binnenkomen, want ik zie een heel vreemde gezichten. Nou. En ja, je weet dat ik ook al een aantal jaren bij DOB aanwezig ben. Ik ken ze niet allemaal. Hoe zit het? Nou, dat zijn allemaal spelers, Bob, die één of meerdere keren in de afgelopen 10 jaar bij mij hebben meegespeeld. Ik zat wel eens met blessures, met spelers, en had ik andere jongens nodig. En die trok ik dan op zaterdag, of zelfs jongens van buiten TOB trok ik aan om toch mijn elftal weer compleet te maken. En dat is me vrij goed gelukt de afgelopen 10 jaar. De jongens wilden... Ja, ze vonden het ook wel een beetje eer om in een shirt van de Lange Muur te spelen. Zo'n gerenommeerd elftal, dat vonden ze wel leuk. Ze hebben vanavond, al die jongens die hebben gevoetbald. Ze konden natuurlijk niet allemaal voetballen, maar ze zijn er allemaal. En die, ja, we hebben in het verleden ook wel eens problemen gehad met de KNVB. Toen waren we met kleinere pupillen bezig. Hè? Of kleine pupillen, dat zijn er gewoon de kleinste. Ja. Dan hadden we zeker uit een man uit de provincie, uit, ja, ja, hoog in het land, meneer van Groningen te maken. Had je daar geen problemen mee? Dus spelen van andere elftallen mee? Nee, maar dat was nog voor mijn Biblos tijd. Ja. Daar, ja, toen had ik, runde ik samen met Bob Bakker de jeugdafdeling. En nou, toen was er een scheidsrechter, een zekere meneer van Groningen. En die liep bij die pupilletjes, weet je wel, die kinderen van, van 7, 6 en 8 jaar, ging die kaartencontrole doen. Nou ja, als er geen kaart was, mochten die kinderen niet meespelen. Nou, dat was natuurlijk belachelijk. Hè? Want die kinderen hadden de hele week hadden zo'n voetbaltas naast hun bed staan. En zaterdags kwamen ze op het veld. En meneer van Groningen, die begreep er helemaal niks van. En die... die verbood die kinderen om mee te spelen. Nou, toen ben ik er met Bob Bakker achteraan gegaan. En ja, we hebben wat stukjes in het blad geschreven. Toen zijn we bij de bond uitgenodigd. De Fijn is een hele relm geweest. Maar uiteindelijk, toen is de man wel op zijn nummer gezet dat hij zo niet met kinderen om moet gaan. Dus daar hebben wij toen weer gewonnen? Ja, toen hadden we, dat was een duidelijk winstpuntje voor me. Ja. Kijk, je kan toch een kind niet aan de kant zetten omdat toevallig een leider of een club of zijn vader en moeder geen speelkaart heeft. De kinderen moet je toch mee laten voetballen. Ja, dat klopt. Heel waar. Ja. Dus. En toen is het Biblos ontstaan? Het was een vroege elftal van het Leidseplein? Nou, er waren een aantal vrienden en die hebben gezegd, nou, we willen gewoon gezellig voetballen. We willen in één elftal zitten, we willen helemaal niet hoog spelen. Wij willen gewoon gezellig een leuk team hebben. Zondags voetballen, donderdags trainen en daarna gezellig met elkaar een pilsje drinken. En nou, dat is. Toen hebben ze mij als leider gevraagd. Ik vond dat wel leuk. En dat doen we al 10 jaar met elkaar. Ik heb nu ook een Chinees hier lopen met nogal wat lange haren. Dat is ja, ook voor een figuur hier. Ja, nou, deze. We hebben de eerste 6 jaar hadden we als shirtsponsor de Biblos. Dat is een gerenommeerd en heel gezellig café in de binnenstad, bij het Leidseplein. En na 6 jaar, toen kwam Paul Tang, dat is de directeur van het specialiteitenrestaurant De Lange Muur in Ozaan. Oh ja, dat heb ik al zo gehoord. Ja. En die wilde graag ons een shirt geven en dus shirtsponsor worden. En daar zijn we veel geweest, we hebben daar gegeten, de man heeft er van alles aan gedaan. We hebben trainingspakken van hem gehad en het is er alles. Het is er vreselijk gezellig. En ik wilde wel voor die man sponsor zijn, omdat, ja, ik heb er vrij veel gegeten daar, maar omdat het een heel speciaal en vreselijk goed restaurant is. Daar eet je niet gewoon even een potje nasi of een bami, nee. Hij kan de meest uiteenlopende... menu's kan hij voor je samenstellen. Vreselijk goed. Dan zou ik voorbeeld zetten of iets. Kun jij mijn tang even hier doen halen? Kunnen we even praten? Is het mogelijk of niet? Oh ja, natuurlijk wel. Oké, okay, als je het wilt doen? Ja, ik zal hem even roepen.
Ja, ja. Zo. Okay. Nou, daar is Bob. Bob maakt het niet te lang. Want meneer Tang moet nog met veel mensen praten. Moet ik even de deur dicht doen? Meneer Tang. Ja? Kortweg Paul genoemd. Ja. Gelukkig kennen wij elkaar al jaren. Ja, ja, 16. Ja, of 16, hè? Ja. Misschien is het wel langer, hè? Ongelooflijk. Misschien is het wel langer, hè? Ja. Hoe bent u eigenlijk in TOB gekomen? Ja, toen ze tot de poppak ging, geloof ik. Doe mij? Ja, in het begin met in de plan weer. Hè. Wij maken het een heel leuk carnaval, weet je nog? Carnavalfeest. Ja? Met bloemetje en wij ook een beetje sponsen gegeven. En een mooi avondje hier geweest, weet je nog? Ja, we zijn met de erfdaad erop, hoor. Dus ja, erfdaad erop. En toen ben je bij TOB gekomen? Ja. En toen kwam je met meneer Frits Rood in aanraking? Ja. Hoe is dat een beetje gegaan? Kan ik dat vertellen? Nou, via de Marcel-stam. Marcel-stam. Marcel-stam was een zakelijke relatie. Ja, zakelijke relatie voor de wijn. Van Paul voor de wijnen. En zodoende heeft Paul ons eigenlijk, Marcel-stam heeft ons in contact gebracht. En zo is het eigenlijk ontstaan. Maar ik kan me herinneren dat meneer Tang ook nog een keer brand in zijn zaak heeft gehad. Ja, ja. Of wil je daar liever niet over praten? Ja, het is 1979. Nou, 1979, hoeveel jaar was het? Nou, 93. Nou, ruim 20 jaar geleden. Nee. Niet toen je het krijgt, nee. Nou, we hebben nu 93. 93? Het is 1989 of zo. Ja, maar dat maakt niet uit. Het was in ieder geval. Het was brand. Ja. Het was in ieder geval brand, het was niet zo leuk. Ja, dat was 9:30 of zo. Ja, En daar bent u weer helemaal bovenop gekomen, natuurlijk. Hè? Dat is geen probleem geweest, hè? Het is erg geweest, hoor. Ja, het is natuurlijk wel erg geweest, maar het is geen probleem. De Chinese zaak, de Lange Muur, die bestaat nog steeds. Ja, bestaat nog steeds. Ja, nog steeds. En die mag natuurlijk nooit over de horizon verdwijnen. Dat is duidelijk, hè? Nee, dat is natuurlijk de beste zaak die er is. Ja. Want je kan nergens zo lang Chinees eten als bij de Lange Muur, hè? Ja, dat is waar. Lang, hè? Lange Muur moet er zo lang mogelijk. Dan moet je zo lang mogelijk blijven eten. Ja, nou. De Lange Muur is. Het is lang hoor, vrij lang. 2047 kilometer lang. Heb je zelf ook wel gevoetbald? Ja, ik heb altijd voetbal geweest. Ja? Ja. Ja, op school geweest, hè? In school. Ja, schoolwedstrijden. Ja, schoolwedstrijden. Ja, ja. Maar nu niet meer terug. Hè. Dus, of het een partijvoetbal, maar toen ook vaker. Nou, ben je hier vanavond bij TOB. Wat zou je nou nog eens tegen meneer Frits Rood als laatste willen zeggen? Lagen? Nee, wat zou je nou als laatste willen zeggen tegen oma Frits? Oh, dat is prima, dit is prachtige, goede man. Hè? Goede man in de beste organisatie. Ja, altijd perfect, vind ik. Ja. Dat is prima. Ja. Daarom, en ik hoop dat we nog lang contact houden. Nou, dat houden wij zo druk. En dat zal wel lukken. Hè? Ja, en de proosten wij ook. Ja, daar proosten we. Proosten. Nou, okay. Paul, bedankt voor de komst weer vanavond. En bedankt voor de shirts, voor de trainingspakken, voor de gezellige etentjes die we bij hebben gehad. En ik hoop dat we nog wel lang met elkaar mogen samenwerken. Later aan, dan doe ik zoveel mogelijk en het beste. Oké. Okay. Ja? Hartstikke bedankt. Van het spel van TOB, de bal maar hard in schieten. Weer een...
mee vanavond, hè? Nou, het zal wel. Heb jij de beste grap meegemaakt vanavond, of niet? Nee, ik heb vrij zien goochelen. Ja, en meneer Tang. Dank je. Geen zijn voornaam? Pauw. Nee, Nijp. Ja? Nijp. Mocht je niet. Geef toch.